Kunstliefhebbers komen de komende weken aan hun trekken in de vierkante zaal in Sint-Niklaas. De Stedelijke Academie voor Schone Kunsten stelt het werk van studenten voor in de tentoonstelling Reisgenoten. Traditioneel hebben we in september de eerste tentoonstelling van ons jaar met werk van leerlingen uit de hogere graad. Dit om onze leerlingen en onze cursussen eigenlijk in een uitstelraam te zetten. Om nieuwe potentiële leerlingen aan te trekken en te laten proeven en laten zien wat we aanbieden. Daarnaast is het specifiek Nederlandse leerlingen, omdat we dit jaar ons bevinden in het jaar van de buren. 200 jaar geleden werd Willem van Oranje onze heerser. En dat herdenken we met een aantal activiteiten. En dit was voor ons een aanleiding om onze 150 Nederlandse leerlingen eigenlijk eens in de kijker te zetten. Je kan niet enkel het werk van eigen studenten bewonderen, maar de academie heeft ook enkele externe kunstenaars aangetrokken. We hebben 3 Zeeuwse kunstenaars. We zijn heel trots om ze te kunnen voorstellen. Dat zijn Maartje Kostanje, Femke Gerestein en Renzo Martens. Maartje Kostanje is een beeldhouwster en toont hier een 6-tal sculpturen die uit karton opgebouwd zijn en met lijm verwerkt, een aantal vleesachtige objecten. Daarnaast hebben we Femke Gerestein die haar eigen lichaam als uitgangspunt neemt voor tekeningen te maken, monumentale tekeningen. De meeste leerlingen hier kijken naar een model en tekenen dat model, maar Femke neemt haar zichzelf als model, neemt foto's en gebruikt die foto's als aanleiding en als uitgangspunt voor monumentale tekeningen. Dan hebben we op 23 september een filmavond met een film van Renzo Martens, Enjoy Poverty. En het gaat eigenlijk om een cynische film over het grootste exportproduct volgens Renzo van Afrika, is eigenlijk uitbuiting of de armoede die in beeld gebracht wordt. De tentoonstelling zal geopend worden zaterdag 5 september en loopt tot en met zondag 4 oktober. De tentoonstelling is gratis en meer info is te vinden op de website.